Dan de vrouw van 88 uit Doorn, van wie maar liefst 18.000 euro is gestolen door middel van een phishingmail. De vrouw regelt haar bankzaken nog zelf en krijgt op een dag een mailtje. Ze denkt dat die van haar bank is. Nou, ze moet allerlei gegevens invullen om een nieuwe bankpas te krijgen. Ze vult het formulier in en denkt er verder niet meer aan. Totdat ze een kleine maand later gebeld wordt door de bank. Maren. Ja, die medewerker die vertelt haar dat er een aantal verdachte transacties zijn geweest. Zo is er bijvoorbeeld een heel groot bedrag overgemaakt van haar spaarrekening naar een lopende rekening. En er zijn een aantal zeer grote aankopen gedaan. Nou, en als we verder praten, dan wordt al snel duidelijk dat die mail die ze een maand eerder heeft beantwoord een phishingmail was. En daarmee hebben de criminelen via haar gegevens een bankpas aangevraagd. Ja. En met die bankpas is dus flink geshopt. Als eerste bij de Bijenkorf in Rotterdam. Hier komt ze de winkel binnen. Bij de parfumafdeling laat ze zich adviseren door een medewerkster en kijkt opvallend veel op haar telefoon. Op de rekening van de bankpas die ze bij zich heeft staat een flink bedrag, dus ze hoeft het niet bij één geurtje te laten. Ze kiest een paar dure geuren. Even later rekent ze voor 500 euro af bij de kassa. Dit zijn beelden van juwelier Schaap en Citroen, ook in Rotterdam. In de cirkel zien we dezelfde vrouw. Ze is in gesprek met een van de medewerkers. Op haar gemak bekijkt ze een aantal dure horloges. Ondertussen kijkt ze weer opvallend vaak op haar telefoon. Na ongeveer een half uur heeft ze kennelijk haar keuze gemaakt. Ze loopt naar de kassa en rekent twee horloges af voor het luttele bedrag van 11.000 euro. Met de pas van de vrouw uit Doorn. De medewerker pakt de horloges keurig in, overhandigt haar een tasje met de aankopen en de vrouw vertrekt. Ja, en dan is de pas ook nog gebruikt voor een aantal andere aankopen, Maren. In totaal verdwijnt er die dag 18.000 euro van de rekening van de vrouw. Wat opvalt aan de beelden is dat die vrouw die de spullen dus koopt steeds maar met haar telefoon bezig is. Ja, dat zou natuurlijk kunnen betekenen dat zij met mededaders contact heeft en dan overlegt welke aankopen ze precies moet doen. En het zou ook heel goed kunnen dat zij echt niet in haar eentje verantwoordelijk is voor het achterhalen van die gegevens en het aanvragen van die bankpas. Ja, maar vooralsnog is zij, de vrouw op de beelden, het enige aanknopingspunt dat we hebben. Ze is niet heel duidelijk in beeld. Laten we haar silhouetten nog eens bijpakken. Ja, het gaat om een vrouw met een licht getinte huidskleur. Ze heeft donkerbruin haar en ze droeg dat in een knot. Ze heeft een slank postuur en ze had grote oorbellen in. Verder zien we dat ze netjes gekleed is met een grijze beige rok en daaronder zwarte laarsjes. Deze vrouw moeten we vinden voordat ze met of zonder handlangers nog meer slachtoffers maakt. Herkent u haar of heeft u haar misschien ergens gezien? Geef het door via de tiplijn 0800 60 70 of via M 0800 7000.